Het hoofdstembureau Wanica houdt zondag haar openbare zitting. Op die vergadering gaan de districtscommissarissen, tevens voorzitters van Wanica Zuidoost, Audrey Hankers en Wanica Noordwest, Witperkash Julum Singh, nader in op de officiële resultaten van de verkiezingen. Alle politieke partijen krijgen een uitnodiging en Wanica telt zeker 139 stembureaus. En de openbare zitting willen wij dan om 5 uur. Om 5 uur willen wij dat organiseren. Ik volg u, u kunt aangeven. Prima. Mag ik u uitnodigen? Hier zijn de, hoofdstembureauleden bezig de PV's te kopiëren. En nog eens, het zijn dan 139 maal verzamellijsten. Mag ik u aangeven dat wij hier ook een lid hebben die bezig is het juridisch gedeelte voor ons in acht te houden. Hier zijn de hoofdstembureauleden bezig de PV's voor te bereiden voor het CHS. Beide commissarissen verzekeren dat de tellingen eerlijk en transparant zijn geschied. Wat ik wil meegeven in deze hoor, die 2 uur verlenging heeft zich wel gehoord. We weten als mensen, wanneer we constant werken, de hele dag werken, je in 1 moet kan doorwerken en het werk afbouwen. Maar toen het bericht tegen 7 kwam dat we 2 uur langer zouden doordraaien, bleek in ieder geval bij ons een overgrote deel, als zo goed als rond waren. Ze kregen druppelsgewijs alleen maar kiezers, waardoor die 2 uren heel veel verslapping, die vermoeidheid aangeslagen heeft. En het gevolg was dat pas 2:55 dan ook de eerste bussen binnenkwamen. En dat is dan wel best wel vermoeiend. Dan begreep je dat die mensen langer dan 24 uren op waren. En niet ieder heeft evenveel energie en niet ieder is even jong en fit om dan langer dan 24 uur in de weer te zijn. En dat heeft dan wel zijn tol geëist, ja. Dus ik wil echt niet zeggen dat ze niet competent waren. Districtscommissaris van het hoofd stembureau Wanica Noordwest, Witperkash Julum Singh, tegenover onze nieuwsdienst over de telling van de stemmen. Zondag wordt in dit district de openbare zitting gehouden waarbij de officiële uitslagen bekendgemaakt zullen worden.